Is er nog toekomst voor de boer? Die vraag staat centraal tijdens een serie avonden in de regio, georganiseerd door de SGP. Boeren, politici en deskundigen gaan tijdens die avonden met elkaar in gesprek. In Zegveld was het onder meer boer Koos Kromwijk die probeerde antwoord te geven op de vraag of er nog toekomst voor de boer is. Ja, er is zeker toekomst voor de boer. Ik weet niet of concreet vanavond de bedoeling was dat er echt een antwoord komt op die vraag, is er toekomst voor de boer? Maar zo'n avond als deze heeft wel, in mijn gevoel, is dat belangrijk. Zodat er de boeren hun input kunnen leveren om toekomst te verkrijgen. Om hun rechten als boer te behouden voor in de toekomst. In verband met de problemen rond stikstof wil de regering boeren uitkopen als hun bedrijf dicht bij een gebied met kwetsbare natuur ligt. Een plan dat volgens Kromwijk op drijfzand is gebouwd. Ja, er zullen natuurlijk altijd stoppers zijn in een gebied. Het ligt net aan de randvoorwaarden die de regering gaat stellen. Hoe ze ermee om zullen gaan. Als bijvoorbeeld de landbouwgronden van een stoppende boer niet de sector ten goede gaan komen, ja, dan moet die stoppende boer zich achter de oor krabben. Wil ik wel meedoen met die regeling? Aan de andere kant heeft de staat eigenlijk nu ook in de brieven gezegd dat ze eerst recht van koop gaan krijgen. Ja, dus als ze met een woest aantrekkelijk aanbod komen, weet ik niet of je dat af moet slaan. Want anders dan onteigenen je ze gewoon of andere dingen. Maar ik denk dat dit beleid wat ze nu voeren, stoelt ze op drijfzand en dat gaat altijd mislukken. Bij Koos Kromwijk zijn nog geen namen van boeren bekend die van de regeling gebruik willen maken. De Tour de Boer doet de komende weken nog meer plaatsen in de regio aan, waaronder Polsbroek en Vinkeveen.